De Bed & Breakfast in Westbroek is er nog niet lang. In september vorig jaar gingen de deuren open. Dat was later dan dat eigenaren Brigitte en Ron van plan waren, want ook de Bed & Breakfast is getroffen door de watersnood. Best chaotisch en daarin probeer je natuurlijk weer voor de gasten die chaos zo min mogelijk te laten meetellen. Dus ja, daarin hebben we hobbels te verwerken gehad en zijn we eigenlijk weer als eerste begonnen met het opknappen van de B&B. Daar hebben we 15 centimeter water in gehad, in de ontbijtkamer in elk geval. Dus dat was op zich redelijk snel te verhelpen. Tussen aanhalingstekens, wat onder de grond zit, dat is netjes blijven zitten. Daar hebben we de vloeren niet hoeven weghalen. En kamer 1 hebben we 6 weken dicht gehad om te drogen. En na die 6 weken zijn we van oktober tot en met december hebben we hem weer verhuurd. En vanaf januari zijn we zelf in kamer 1 gaan wonen. Want toen was eindelijk ons woonhuis aan de beurt. Dat hebben we eigenlijk een beetje uitgesteld, omdat we niet alles tegelijk kunnen afhandelen natuurlijk. Ja, dit is onze ontbijtruimte met tafel met allemaal foldertjes van de omgeving waar mensen wandelingen en fietstochten kunnen houden. Hier ontbijten de mensen en we hebben een mooie panoramafoto gemaakt van Geul aan de Maas richting Stijn-Elslo. En hier bereid ik de ontbijt voor. Ja, we zien ook heel veel meesterse dingen allemaal tussen komen. Is dat iets wat jullie... Ja, dat willen we extra een beetje promoten. Dat heeft de gemeente ook ons in gevraagd. Hè, van, kunnen daar ook nog meer in betekenen? Ja, tuurlijk. Dus er zijn die prachtige gebieden bij Itteren, Borgharen, de Bundebos. Allemaal gebieden die de toeristen nog niet ontdekt hebben. En die wij een beetje promoten. En dat zijn gewoon heel fantastische gebieden geworden om in te recreëren, te wandelen, fietsen. En er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Ja. Dus. En wat vertellen de gasten dan na de hand als ze terugkomen? Ja, die zijn daar best lyrisch over. We hebben heel veel vogelaars met name, hè, die in het gebied rond de Maasvlakte, zeg maar. Er zitten heel veel trekvogels en die zijn helemaal lyrisch over de natuur hier al. Ondanks de watersnood en corona is het de Maaskei gelukt om deze nominatie in de wacht te slepen. Wij zijn met 3 genomineerd voor beste B&B van Nederland in de categorie 4 tulpen. En we hebben al tegen elkaar gezegd, voor ons is dit al een prijs. We zijn dankbaar dat het wordt opgemerkt door Bed & Breakfast Nederland. Dat we dus blijkbaar goed zijn en ons best doen. En iets uitdragen voor het welzijn en luxe voor de gasten. Dus top. Daar zijn we enorm blij mee. Ja, we hebben er niet op gespeeld om dat voor elkaar te krijgen. Wij zijn er ook eigenlijk verrast door dat we genomineerd zijn. En dat is door Bed & Breakfast wordt dat geïnitieerd. En die hebben gewoon gekeken naar onder andere de reviews die geschreven worden. De reviewcijfers die we gehad hebben. Maar ook een mystery guest die we hier gehad hebben van Bed & Breakfast. Die hier anoniem is komen slapen en ontbijten. En die na het ontbijt zich pas bekendgemaakt hebben. Want die komen ineens naar ons toe na het ontbijt van ik heb een leuk gastenboek voor jullie. Ik denk, welke gast neemt nou zijn eigen gastenboek mee? Nee, maar ik ben van Bed & Breakfast. En, dus zo werden we eigenlijk best wel verrast inderdaad. Dus we hebben, we proberen gewoon onszelf te zijn. En als je op deze manier zeg maar een stukje waardering krijgt, dat is gewoon hartstikke leuk. Op 15 juni wordt bekend of Brigitte en Ron winnen. Maar ze mogen zich al de beste Bed & Breakfast van Limburg noemen.